Nou, hallo, daar zijn we weer bij de volgende aflevering van Koken met Hans. En vandaag heb ik als gast Howard Komproe. Hallo. Met Howard Komproe ga ik dus een lekker visje bakken eigenlijk op de grill. Lekker. Gaan we, jij wel van barbecue, heb je begrepen. Dat dus, is helemaal waar, ja. Ja, toch? Ja. En Howard is iemand die gewoon, naar mijn idee, in Rotterdam ooit is begonnen met zijn artistieke carrière. Klopt ook. Daarna is verhuisd naar 020. Amsterdam, daar woon ik al vanaf mijn 18e. Zeg het maar gewoon. Amsterdam. Ja, waar ik jou het laatst volgens mij gezien had, was niet echt, ja, was op een festival. Mm-hmm. Maar daarvoor was hij toen aan het barbecue bij, volgens mij, Beurt voor de deur. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Zeker. Want, misschien wel leuk ook. Dat is in corona ontstaan, want toen waren de theaters dicht. En een van die jongens bij Beurt is een vriend van mij, Philip. Ja. En toen heb ik aan hem gevraagd van, kan ik niet wat leuks doen in The Garden of Beurt? En toen hebben we daar toen een barbecue battle gedaan met jerk chicken. Ja? En dat was echt te gek. Maar je bent begonnen in coronatijd dus. Ja. Dus dat heb je toen best wel goed opgepakt dan. Zeker. En goed uitgerold. Ja. Ja. Ik zou wel graag met de Dorades willen beginnen. Voordat ze hier een beetje in de open lucht... Dat ze wegzwemmen weer. Wegzwemmen. Ja. Dus ik heb even iets nodig wat ik op de houten plank kan leggen. Plastic. Lekker Frits. Dan stinkt eigenlijk mijn hele plank naar de vis. Doe je zelf als vis schillen ook op de barbecue? Of, Niet vaak. Ik zou het vaker moeten doen, want ik vind het altijd wel heel erg lekker. Naar mijn idee eten te weinig mensen vis de laatste tijd. Kijk, ze zijn al schoongemaakt. Hey, dat is handig. Dus geen ingewanden erin. Een beetje... Oh, dat heb je vaker gedaan, joh. Dat zie ik meteen. Eens, nee. Ja, kan je dat zien? Ja, dat zie ik. Hey, maar je hebt dat barbecue dus een beetje door het hele land uitgerold. Ja. Ook in Amsterdam 020? Ja, dat doen we het ook. Ja? Ja. En hoe wordt het daar ontvangen? Ja, iedereen vindt het lekker om lekker te barbecuen en bediend te worden. En het wedstrijdelement is leuk. Ja. Er zijn twee partijen die tegen elkaar strijden in een thema. De ene keer is het vegan, de andere keer is het vis, de andere keer is het burgers, de andere keer is het kip. En de mensen komen erop af en die eten lekker en zij wijzen aan wie er gewonnen heeft. Cool. Ja. Ik zet me vooral aan het werken als ik iets kan doen. Ja, ik ben er nou toch. Als jij die bloemen er even af wil plukken. Ja, dat wil ik. Een paar, dan doen we die er ook in. Heel graag. Hier wat rozemarijn en tijm. Lekker, jongen, dit ruikt goed. Ja, toch? Uit eigen tuin. Ik heb hier een beetje zout eroverheen. Ja, waar ik je dan ook wel heel nieuwsgierig naar was, is dat je heel creatief jouw naam hebt gebruikt voor het komproeven. Ja. Haha. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk geboren uit een soort van verbazing en misverstanden of zo. Welke? Het zijn allemaal dingen in de industrie, de voedselindustrie, die dan zeggen dat ze Surinaamse producten maken. Ja. Maar er zitten een paar dingen bij waar wij Surinamers nog nooit van gehoord hebben. Zoals? Zoals je ineens Surinaamse bananenketchup. En er stond zelfs bij volgens authentiek recept. Hè? Nou ja, dat is echt raar. Maar dat is dan meer vanuit commercieel oogpunt zo bedacht, denk ik. Ja, en toen ben ik er naartoe gegaan om erover te praten. En toen zeiden ze, ja, we houden heel erg van de Surinaamse keuken. Ja. En we willen dit eraan toevoegen. En dat heb ik aangegeven dat geen enkele Surinamer daarop zit te wachten. Je kan niet zomaar bedenken dat het Surinaams is als iedereen weet dat het niet zo is. Ja. Maar goed, zo is toen die serie op YouTube ontstaan, Komproeven. Ja. En toen ik die barbecue battles ging doen, zijn die dus als event toegevoegd aan het merk Komproeven, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. En de volgende stap is dat er ook producten bij zijn gekomen. Oké, okay. Ja. Ik ga eerst even vertellen. Ik heb er wat zout en peper op gedaan. Wat kruiden erin, wat bijzondere kruiden ook. Ik heb nu wat gerookte paprika poeder. En dan misschien dat jij dan een pepertje wil snijden. Oh, dat wil ik wel, hè. In de tussentijd. Ja. Mag je kiezen. Ik heb natuurlijk deze. Nou, die zijn best wel voor de wat gevorderde pepereten. Ja. Die ik zelf heel lekker vind, is ook deze rabietjes. Rabiet, altijd goed. Kook ik redelijk vaak mee. En ik heb natuurlijk mijn eigen plant meegenomen. Dat vind ik wel de leukste. Ja, moet je wel de meest volle kleur nemen die er tussen hangt. Oké, okay, hier. Zeg maar, hier een beetje... Deze zo? Die? Even kijken. Een beetje meer. Deze. Ja, die ziet er mooi uit. Mooi. Deze is wel heet, maar niet zo heel heet. Dus nee, precies. Wil je een stukje proeven anders? Durf je dat? Dat durf ik wel, maar wat gaan we ermee doen? We gaan hem ook in die vis doen. Hij is ook een beetje zoet. Ja. En dit is je eigen kweek? Ja. Kijk hem. Zoiets, denk jij? Ja. Kan je dat hebben? Even kijken hoor, hebben we dit een beetje olie. Hier zit ook een beetje knoflook in verwerkt. Hoppa.
vergeet het ding in te smeren met mayonaise, zeg maar. Dus, wacht even. Zullen we dat samen doen? Ja. Als jij die insmeert, dan smeer ik deze in. Met mayonaise? Ja. Dat hebben we nog nooit van gehoord. Okay, nou, we gaan maar even tegen de zonnebrand, een soort zonnebrand. Bij vlees heb ik het wel eens gezien. Wat dan? Bij beef. Dat je dat insmeert met mayo voor je het op de grill legt. Nee, ik doe het wel met vis. Want met vis heb je altijd dat die blijft plakken aan het roosten. Althans, ja. Dat heb je regelmatig. En als je dit doet, dan voorkom je dat? Precies. Even goed insmeren. Meer allebei, nog. Allebei de kanten. Heb ik gedaan. Ja, oké. Okay. Top. Nou, dit is een dorade. En wat we met die dorade hebben gedaan, is hem wat gewoon met verse kruiden gestaft. Rozemarijn, tijm en hoe zal ik het noemen? Spul uit eigen tuin. Spul uit eigen tuin. Daarna peper en zout, wat van die, hoe heet die bende? Gerookte paprika. Gerookte paprika poeder. Ingesmeerd met mayonaise tegen het verbranden. En dan gaan we hem grillen op de barbecue. Ik volg jou. Top. Zo, even de tijd bijhouden. Dat we ze elke kant een beetje zo'n plusminus een minuutje of vier geven. Oké. Ja? Heb jij tijd? Ja, maar dat voel ik aan. Vind je dat dan ook belangrijk dat mensen dat weten of daarvan leren dat wat ja, natuurlijk. Echt is? Want ik hou ook van echte dingen. Ik vind het wel persoonlijk belangrijk, maar... Hoe belangrijk vind jij het? Nou, heel. Je moet weten wat je eet en waar het vandaan komt, waar het voor staat, wat de geschiedenis is. En dat vind ik heel belangrijk. Mensen eten maar, ze hebben geen idee. Ik bedoel, roti met rijst, wat ze deden bij de HEMA, dat slaat echt nergens op. Nee, je eet ook geen patat met stampot, weet je wel. Je moet wel weten waar je het over hebt. Ja. En al die voedselbedrijven, die denken dat ze maar gewoon leuk dingen kunnen doen. En dan plakken ze erop Surinaams. Laatst weer in de allerhande hadden ze een of andere spaghettini. En dan maakten ze dan bami van. Dat noemen ze dan Surinaamse bami. Maar geen enkele Surinamer gaat bami maken van een soort opgepluste macaroni elleboogje. Ja, dat is natuurlijk. Dat slaat helemaal nergens op. Oké, dan gaan we even een bordje opmaken voor Howard. Wat ik heb gemaakt is natuurlijk die gegrilde dorade. Met daarin wat specerijen die ik net allemaal heb opgenoemd. En een bloemkooltje heb ik daarbij geroosterd. Hou het gewoon minimaal, super lekker. Ik ben dat op de Azoren heb ik dat een keer zo gegeten. En daar doen ze gewoon visje. Ze komen zo uit de zee gezwommen bij wijze van spreken. Zo op je bord, klein beetje bloemkool, klein aardappeltje. Voor de rest geen sausje of zo. Mix. Puur natuurlijk. Die smaken, ja, lekker. Super lekker. Ja. Kijk eens. Dit zijn twee drankjes die ik maak. Wat is dat dan? Met een brouwerij uit Stouwet. Rotterdam. Oh, Stouwet. Stoute meid. Oh. En zoete boy. Eerst ruiken en dan slurpen. Cheers. Atten. Slurpen. Oh. Zo fucking zoet, maar wel lekker. Lekker, hè? Heerlijk, maar het is ook goed met je hartigheid. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Echt waar? Mag ik dit gewoon zo oppeuzelen? Ja? Zal ik meedoen? Ja. Nou, in de tussentijd eten we die vis op. Hebben jullie gekeken naar Koken met Hans, met Howard Komproen, die verteld heeft over zijn barbecue battles en zijn gevechten in authenticiteit op het gebied van Surinaamse ja, gerechten, keuken, smaken. Ja. En hopelijk gaat heel Nederland daarvan genieten, moet ik eerlijk zeggen. Want zelf vind ik het ook fantastisch. En ik vind je visje ook erg lekker. Ja.